Ik ben Niels van Strategisch Luik, het is al een paar keer gezegd. En omdat ik meestal met mijn verhaal begin zonder een klein beetje achtergrond, ga ik nu wel wat zeggen. Ik heb namelijk met Strategisch Luik een beetje een missie. En daar komt het hele verhaal vandaan. Ik heb namelijk besloten van, goh, laten we ambitieus zijn. We gaan zeggen van alle zelfstandige professionals, dat zijn een beetje de ZZP'ers, het volk wat bij Seeds to Meet komt, dat soort mensen. Die wil ik leren hoe ze een business kunnen bouwen van minstens een ton, want je moet er wel van kunnen leven. Met ook nog eens 90% vrije tijd. Nou, en dan klinkt die 90% vrije tijd, dat klinkt best heftig. Maar dat houdt gewoon een beetje concreet in dat je ongeveer 10 uur per week werkt. Ik had er allemaal aantekeningen over, maar die ben ik kwijt. Dus ik ga je niet vertellen hoe ik dat berekend heb. Die staan hier ineens niet meer. En ik zou je zeggen, waarom 90% vrije tijd? Ik heb namelijk ontdekt, het is een beetje, sinds ik dat heb ontdekt, is dit mijn missie. Dat tijd is het enige schaarste wat we hebben. Het is namelijk zo, ik heb opgezocht. 80,5 jaar gemiddelde levensverwachting volgens Google. Google Trends zelf, dus je zag het een klein beetje omhoog gaan. Dus ik denk, nou, het zal wel actueel zijn. Dat heb je ongeveer 365 dagen in een jaar. Plus een kwart, want je hebt af en toe zo'n schrikkeljaar. Dan heb je ineens een dag extra. Dus ik denk, nou, tellen we er een kwart bij. 24 uur per een van die dagen. En je hebt 60 minuten per 24 uur. Dan kom je op een magisch getal van 42.339.780 minuten in jouw leven. En jullie gaan er nu 10 van besteden om naar mij te luisteren. En net ook al een paar voor Frank. Dus dat is heel tof. En dit is ook een getal wat je in de gaten gaat wil houden. Een rare zin, maar dat ga je op letten. Ja, voor zover ik het kon berekenen. Ik weet niet of dat je exact 80,5 jaar wordt, maar... En als je het dan iets makkelijker wil maken, dan moet je zeggen van, ah, de medische zorg wordt iets beter, dus we kunnen het naar boven afronden, dus het zijn 45 miljoen. En dan denk je ook van, ah ja, kut, maar ik slaap 1/3 van mijn leven, dus dan blijven er nog maar 30 miljoen over. Maar zoiets, ja. Nou, en ik heb dus ontdekt, om het meeste uit die minuut te halen, moet je gewoon stervenslui zijn. En omdat mijn bedrijf Strategisch Lui noemt, en ik het nogal regelmatig over luiheid heb, krijg ik hier altijd commentaar over. Dus ik heb, dit is mijn praatje voor nu dan, zeg maar, heb ik een beetje op een rijtje gezet van, nou, hoe ik die luiheid dan zie. Want ik heb het als eerste voorbeeld, bijvoorbeeld afstandsbediening. Dat snapt iedereen wel, van, nou, je bent te lui om op te staan, maar het is toch best handig dat iemand op het idee is gekomen van, nou, ik ben ook te lui om op te staan, laat ik een afstandsbediening uitvinden, dan kan ik er gewoon een tv of een gordijn, of eigenlijk een beetje op alles hangen ze zo'n ding. Kan je dan bedienen zonder dat ik opsta? Dat is best wel heel tof. Maar, met mijn manier van denken in ieder geval, heb ik ook geconcludeerd dat een boerderij een vorm van luiheid is. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb nooit op een boerderij gewerkt. Dus daar geen oordeel over. Ik heb wel eens gehoord dat het hard werk is. Maar, ik heb dus hierover nagedacht. En toen dacht ik van, ah ja, maar echt heel, heel vroeger. Toen heb ik gehoord in geschiedenisles op school, toen waren we jagers-verzamelaars, zeg maar. Dus er is een punt in de tijd geweest dat we hebben gedacht van, nou, elke keer dat bos in om zo'n beest te zoeken of van die besjes te plukken, dat is echt veel te veel gedoe. Wat we gaan doen, is we gaan beesten kweken of fokken, of weet ik niet of we daar toen al een term voor hadden. En we gaan die besjes, die gaan we gewoon zorgen dat ze in de achtertuin groeien, want dan hoeven we daar allemaal niet meer naartoe. Dus dat, op die manier is het best wel een vorm van luiheid. En sindsdien zijn er dorpen en steden en toestanden zijn allemaal ontstaan. Omdat wij te lui waren om het bos in te lopen, om besjes te zoeken. Dus er valt best voor te zeggen. Staat er? Wasmachine, dus dat is ook zo'n voorbeeld. Waarvan ik denk, van, nou, dat is ook wel een vorm van luiheid. Dit is dan wel eentje die de meeste mensen zien. Van, nou ja, het is inderdaad wel handig dat je dingen gewoon in zo'n wasmachine gooit en dan... Rouwst de dingen een beetje heen en weer en gooit er water overheen en sop en zo. En dan heb je weer schone kleren. Ja, dat is inderdaad heel logisch. Maar ik heb dus ook gehoord dat vooral vrouwen, sinds de uitvinding van de wasmachine, hadden ze ineens zoveel tijd over dat ze meer konden gaan doen dan alleen het huishouden. Toen zijn er heel veel vrouwen gaan werken.
Met alle gevolgen van dien. Of dat je daar nou blij mee bent, of dat je zegt van nou, ik vond het fijner dat ze nog thuis waren, want dat is jouw mening. Maar het is wel een flink gevolg, omdat iemand te lui was om te zeggen van, nou ja, ik ga gewoon heel de dag de was doen en dat is mijn dagtaak en dat vind ik wel prima zo. Iemand is ooit keer op het punt geweest van, nou, jezus, ik heb daar gewoon geen zin in. Ik ga wat anders doen. Blijkbaar hebben ze dan iemand daarop gezet die dat ging uitvinden van, nou, dat kan ook anders. Zelfde resultaat, misschien beter, misschien slecht, maar vergelijkbaar. Maar op een totaal andere manier. Oh, zo heb ik er nog eentje bij staan. Dat is namelijk sociale media. Dat is mijn voornaamste vorm van luiheid op het moment. Denk ik. Maar er zijn natuurlijk nog 100.000 dingen die er al zijn, maar die ik dan misschien minder bewust gebruik om lui te zijn. Maar sociale media is ook dezelfde bron van luiheid daardoor het is uitgevonden. Het is namelijk op een gegeven moment iemand op het punt gekomen van, joh, het is wel heel tof dat ik elke keer van alles doe. Maar om nou elke keer mijn ouders te gaan bellen om te vertellen van, ja, hé, hey, heel tof, ik heb mijn rijbewijs gehad. Dan denk ik, oh godverdomme, moet vrienden ook weer gaan bellen, moet ik ook zeggen, hé, hey, weet je wat nou tof is? Ik heb mijn rijbewijs gehad. Nou, dat begon ook een dagtaak te worden. Ik denk van, nou, ik moet iedereen gaan bellen, want ik ben heel blij met het nieuws. En dan denken die mensen ook nog wel eens van, nou, fijn dat je belt, maar dat had niet gehoeven. Dus dan hebben ze ook gedacht van, nou, weet je wat we doen? We gooien dat soort meuk gewoon lekker op Facebook. Ze hadden natuurlijk allemaal stappen voor, maar uiteindelijk is het daarop terechtgekomen. Dat ik denk gewoon van, nou, flikker het op Facebook. Het duurt mij nog geen minuut. Ik kan er nog eventueel een fotootje bij doen. Dan kunnen mensen nog zien van, oh ja, het is echt waar. Het is echt een rijbewijs. Kan ik nog blij bij lachen eventueel? Kunnen ze ook nog zien, nou ja, hij is er echt blij mee. Kost mij heel weinig tijd. Ik bereik wel gelijk al mijn kennissen. En al die kennissen kunnen het zien als zij genoeg geïnteresseerd zijn in mij. Ze kunnen het ook niet zien als ze denken van, nou ja, die Niels interesseert me niet. Ook opgelost. Je hoeft dus niet meer te bellen. Dat is een vorm van luiheid. En bellen op zich was ook al een vorm van luiheid. Want toen kwamen we al tot het punt van, nou ja, ik ben eigenlijk gewoon te lui om elke keer naar iemand toe te lopen om met hem te kunnen praten. Hebben ze weer wat anders uitgevonden, dan kon je gaan bellen. Dan hoef je alleen maar een nummer in te toetsen en dan ging dat geluid ging door een draadje ineens. Dat was vet handig, dan hoef je zelf niet meer te lopen. En op die manier wil ik luiheid een beetje benadrukken van, nou, dat is een goed ding. In deze zaal misschien een beetje overbodig, want ik hoorde het net al 2 keer van, luiheid is een goed ding. Maar gemiddeld genomen in de samenleving krijg ik hier veel kritiek op. Zeg maar de meest voorkomende reden dat mensen afmelden voor mijn nieuwsbrief, dat ze er überhaupt op zijn gekomen, is mij dan een raadsel. Maar dat is dan dat ze zeggen van, nou ja, ik wil helemaal niet lui zijn, maar ik wil gewoon veel dingen doen. En ik vind, ja, nee, dan zie je het verkeerd. Wat je wil namelijk, en dat is wat ik jullie mee wil geven, is dat je veel kan bereiken. En je wil eigenlijk het liefst dat je daar helemaal geen flikken voor hoeft te doen. En dat is waar lifehacking over gaat, dat is waar strategisch lui over gaat, dat is wat mij betreft waar innovatie over gaat. En dat is waar we ook na moeten denken. Dus that's it. Mij wil stalken, dan kan je strategischlui.nl. En hier hou ik bij. Ja. Ja. Waarom sta je dan hier en doe je dit niet via een webcam vanuit je hangmat thuis? Thuis. Had gekund, maar ik vind het thuis niet zo gezellig als hier. Of een eiland. Ja, kan allemaal. Ja. Maar ik weet niet of dat boodschap net zo goed overkomt. Of dat ik net zo leuk contact heb met jullie hier gedurende de dag. Op het eiland had ik geen bier en pizza gekregen van jullie. Dat is serieus een verkoopargument om hier te komen. Goed, ja, ja. Ja, dat werkt altijd tegenluid. Okay. Heeft iemand een vraag aan Niels? Volgens mij is het precies hetzelfde. Er zijn namelijk ook genoeg uitvindingen gedaan om fysieke of geestelijke luiheid te verminderen. Je hebt agenda's tegenwoordig. Vet handig, hadden ze vroeger niet.
Ik weet, getting things done is ook wel zo'n ding dat je denkt, van, nou, ik hoef maar één keer na te denken over wat ik moet doen, wat resultaten ik moet bereiken. En voor de rest van de week kan mijn verstand op nul, kan ik gewoon blindelings mijn lijstje volgen en komt alles goed. Uitvindingen zijn er ook, alleen spreken minder tot de verbeelding, dus gebruik ze niet zo vaak. Ik denk wel dat onderwerpen als dingen mindfulness en meditatie en zo, dat is ook natuurlijk een vorm van, ja, misschien geen luiheid, maar wel in ieder geval niet dat je helemaal overvol zit in je hoofd. Ja, denk ik, toch? Ja. Dus is dat een beetje de kant ook die je zoekt inderdaad? Maar ja. Ik zeg ook niet dat ik luid muziek aan heb. Ik mag momenteel niet sporten, maar normaal gesproken sport ik bijzonder veel. Ja. Okay. Niels, dankjewel. En nou goed, jij bent hier ook de hele dag nog, denk ik. Of, ja. Ja, dus, ja, inderdaad. Dus je kunt hem altijd nog even aanschieten.